Jullie kijken weer naar een aardrijkskunde podcast over het Middellandse Zeegebied. Dit is examenstof. Van elke paragraaf is een podcast. Bekijk die ook als je dat wil. En dan heb je het totale plaatje als het gaat om het Middellandse Zeegebied. Het gaat ook voor andere methodes. Als je bijvoorbeeld de geo of buitenland gebruikt, dan is dit uiteindelijk wel een examen eindterm dekkend. En kun je het dus gebruiken als voorbereiding. Paragraaf 5 inmiddels, de actieve ondergrond van het Middellandse Zeegebied. En dan is van belang dat je weet dat het Middellandse Zeegebied heel complex is als het gaat om platentectoniek. En daar gaan we in verschillende facetten gaan we daar naar kijken. Het echte uitleggen van de platentectoniek is in het vorige hoofdstuk uitgelegd, dus dat sla ik over. Je hebt het dan, als je het gaat kijken op mondiale schaal, zie je heel vaak divergerend, convergerend en transform. Nou, dat is het in het Middellandse Zeegebied natuurlijk ook. Je hebt verschillende soorten breuken. En als je het uitzoomt, dan denk je dat het gaat om convergerende platen. De Afrikaanse plaat botst met de Eurasiatische plaat. Dan ga je inzoomen op een beetje microniveau. Hè, dus van groot naar klein. Dan zie je dat dat zeer complex is. En dat je verschillende breuken krijgt. Opschuivingsbreuken, transformerbreuken, subductiezones. En dan maakt het Middellandse Zeegebied wel heel uniek, maar ook lastig om te begrijpen. Nou, eerst gaan we het hebben over opschuivingsbreuken. Dat zijn breuken die ontstaan doordat twee continentale platen tegen elkaar aanbotsen. En die druk is dusdanig, en natuurlijk zijn die platen zijn zo dat ze rechtdoor willen, en als het niet kan, dan gaat de een om over de andere heen. En dan krijg je dus een soort van breuk waarbij de ene plaat omhoog gaat en de andere plaat omlaag. En dat zie je dus ontstaan bij Eurasiatische plaat die botst met de Afrikaanse plaat, waardoor je dus enorme hoogteverschillen krijgt. Een ander gebied wat ook al eerder is behandeld met Istanbul Next, dat is Turkije en Griekenland. Als je gaat kijken naar een gebied waar ontzettend veel activiteit op dit moment gaande is, dan is het wel Turkije met een transformerbreuk. Die trouwens andersom moet staan dan in dit plaatje. Want de Noord-Anatolische breuklijn schuift naar het westen. En de plaat die de Zwarte Zee naar het oosten, dat wordt hier andersom getekend, dat je daar even rekening houdt. Bij de andere plaatjes wordt het wel goed aangegeven. En in je atlas staat het ook juist. Alleen dit plaatje wat in het boek staat, zit een foutje in. Wat ook van belang is, naast dus transformerbreuk, opschuivingsbreuk, heb je ook subductiezones. En dat is ook gaande, en dan vooral in de buurt van Griekenland, de Helleense boog, waarbij de Eurasiatische plaat, die is wat lichter. De voorloper van de Afrikaanse plaat is wat dunner en zwaarder. En zakte dus onderdoor en krijg je dus een subductiezone met ontzettend veel aardbevingshaarden. En daar waar in de mantel de plaat smelt, ook vulkanisme. Door het verschuiven van van de platen ontstaat dus een steeds kleiner worden Middellandse Zeegebied, doordat de continentale platen dichter bij elkaar komen. Maar aan de andere kant heb je dus ook grote verdamping en minder toevoer van water naar het Middellandse Zeegebied toe. Dus je hebt vanuit rivieren, vanuit neerslag en vanuit de Atlantische Oceaan heb je in totaal minder verdamping of minder toevoer dan dat er verdamping is. En dat betekent dat het Middellandse Zeegebied kleiner wordt. Nou, waarom dat bij de Straat van Gibraltar niet plaatsvindt, daar komen we later hoofdstuk op terug. Dat heeft te maken met dat het daar vrij ondiep is en het verschil tussen zout water en nog zouter water. Maar zoals ik al zei, daar komen we later op terug. Zoals je ziet, we zijn nu al aan het einde van deze paragraaf. Het is heel kort, maar het gaat erom dat je weet dat in het Middellandse Zeegebied er verschillende bewegingen gaande zijn en dat je die ook kunt plaatsen en dat je ook weet wat de gevolgen zijn en hoe het ontstaat.
Goed. De andere paragrafen kun je ook beluisteren. Abonneer je op mijn YouTube-kanaal en blijf op de hoogte van alle podcasts die verschijnen. Ook voor je examen. En dan wens ik je succes met het leren.